Je knieën een klein beetje gebogen houden, heel goed. En dan een beetje zo meteen weer het gewicht aantrekt, rug recht. En je schouderblauwen naar elkaar toe. Ja, heel mooi. Kijk, ja, dit is wat, nou waar ik van hou. Lekker in de praktijk. Ik ben niet zo van die schoolbanken. Dus nou, weet je, je krijgt die mogelijkheid hier. Dat is echt super. Omdat het bedrijf de studenten als individu ziet, heel goed in staat is om te kijken wat iemand kan en waar de mogelijkheden liggen. En ook blijft prikkelen om het uiterste uit de student te halen. Twee, klein stukje omhoog, nog 10, 9. Ik denk als je gaat kijken naar de stagiaires of de stage mogelijkheden bij ons, dan zie je dat het heel verschillend is en ook qua niveau. Elke student die terecht kan en uiteindelijk kan doorgroeien in het bedrijf. Zeker als hij deze ontwikkeling zoals hij door gaat maken, zoals hij nu mee bezig is, dan gaat hij groeien naar een 9. Ja. Zo. Wij zijn ontzettend blij met dit stagebedrijf. Want ze komen hier binnen met een idee en ook vanuit Drenthe College sturen ze vaak stagiaires hierheen met een bepaald doel. Ja, en dan krijg je intrinsieke motivatie dus vanuit binnenuit. En ik denk dat als je dat krijgt bij de studenten, stagiaires, dan gaan ze doorgroeien. Communicatie is van beide kanten. Korte lijntjes, we denken op dezelfde manier, dus we zitten volledig op één lijn. Je krijgt hier alle mogelijkheden die je wil. Als jij zeg maar naar de fysiotherapie wil, wat ik zelf graag wil, dan bieden zij jou die mogelijkheid. Je hoeft het maar aan te geven en te vragen. Ja, het basis is vertrouwen. Als je eenmaal vertrouwd bent met hoe het hier ruilt en zeilt, ja, dan kun je ze best prikkelen en dan kun je iemand verantwoordelijkheid geven. En als iemand verantwoordelijkheid krijgt, ja, dan krijgen ze natuurlijk, soms stoten ze dan hun neus, maar dat hoort erbij en daardoor leer je, denk ik ook. En dat is een belangrijk traject, vinden wij, om door te groeien.